Kijk eens wat prachtig dit filmpje. Ik zie ze rennen. Ik wilde net laten zien dat het veul aan het drinken was. Maar toen begon de hond te blaffen. En toen hield het veul op met drinken. Nou, nu is het alleen maar een sprongetje door de wei geweest. Ze zijn echt zo mooi. Kijk. Kijk nou. Zo mooi. Beeld schoon. Vroeger deed ik een paardrijden. Geweldige sport. Toen wij 20 jaar geleden een staakcaravan in de Betuwe kregen, kon ik mijn lol niet op om te zien dat er zoveel paarden en veulens en ponies langs de weg stonden. Kijk, hier heb ik mijn zoon aangestoken met mijn paardenliefde. En mijn dochter was al helemaal weg van paarden en vooral van ponies. Die zat al op ponyrijles, zoals ik vroeger paardrijden heb geleerd. Misschien denk je wel, ja, zo'n groot dier, wat moet ik daar nou mee? Nou, dat vind ik juist zo bijzonder, dat zo'n dier zo groot en sterk is en toch mensen op zich laat rijden. En als je een beetje met ze om weet te gaan en merkt dat ze al aangehaald willen worden, dan weet je niet hoe fluweelzacht de neus van een paard is. Zie je hier dat ik er geen genoeg van kan krijgen? Achter onze staakcaravan bleken 2 stallen te staan met dit lieve dier en deze andere merrie. En op een nacht dat we er waren, hoorden we geluid. Dat was een beetje onrust. Spannend was het wel, maar wat het nou was? En de volgende ochtend bleek er een veulen te zijn geboren. Ongeveer in onze achtertuin. Nou, dat we dat meemaakten, vonden de kinderen echt geweldig. Natuurlijk ging mijn zoon eens even voelen hoe ongelooflijk zacht zo'n veulen is. En mijn dochter stond hier maar te hopen dat het veulen wat dichter bij het hek zou komen. Ik weet niet meer of het nog is gelukt. We zagen ook hoe die dronk bij zijn moeder. En zo maakten we van alles mee. Want een veulen moet natuurlijk meteen staan als het geboren is. Dus je kan er van alles mee meemaken. Zelfde tijd gingen wij graag met vakantie naar Engeland. En dat is een land waar je echt heel goed kan paardrijden en ponyrijden. Dit is een folder uit Dartmoor. En daar zie je dat een groep ruiters door het water rijdt. Dat hebben wij ook gedaan. En in de verte, in dat nationale park, lopen echt wilde paarden. Daar rij je dus als groep ruiters zomaar tussendoor. Dat is echt een geweldige belevenis. Hier zie je mijn dochter en mij op een dag dat we een ritje gingen maken. Zij op een witte pony en ik op een shire, een gevlekt Engels paard. En je ziet dat we iets op ons hoofd hebben, een cap. Dat moet je wel doen om je te beschermen. Stel dat je valt, dan heb je goede bescherming en een paardrijbroek aan en paardrijlaarzen. En dit is een andere dag waar we hier nog door een bosrijke laan rijden. Maar ik weet ook dat we op een gegeven moment langs het strand zelfs hebben gegalopeerd. Die ritten waren zo geweldig. En ze deden mij ook denken aan mijn eigen vakanties van vroeger. Toen ik veel jonger was en met mijn ouders in Oostenrijk op vakantie ging. Dan gingen mijn vader en ik 's morgens om 6 uur paardrijden. Dat was echt een belevenis. Ik heb daar zulke goede herinneringen aan dat ik ook een kinderboek moest schrijven. Suus en Steef. Tussen de paarden. En dat speelt in Engeland. Maar dat wordt natuurlijk veel spannender dan de echte ritten die ik maakte. Want een kinderboek moet spannend zijn.